Dit is Renan Tori, welkom erbij. Staatsolie NV en Total Energies hebben op 1 oktober 2024 eindelijk de Final Investment Decision getekend. Dit bevestigt dat Suriname commercieel winbare oliereserves heeft. En we zullen met minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning praten hierover. Minister Ragubarsingh, welkom in het programma. Dankjewel. Blij om er weer te zijn. Ook blij u weer te hebben. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze economie? Ja, die FID betekent Final Investment Decision, de finale investeringsbeslissing. En dat betekent dus dat het bedrijf Total Energies in goede samenwerking met Staatsolie op de eerste plaats, maar ook met NH, het ministerie dat hierover gaat, dat het bedrijf Total Energies het finale besluit genomen heeft om te investeren in die oliewinning in blok 58 van ons grondgebied, van ons zeegebied. En dat betekent dat er meer dan 10 miljard dollar aan investeringen gepleegd gaat worden in het ontwikkelen en het ontginnen van die olie. En het betekent voor onze economie dat dit de grootste investering ooit is die gaat plaatsvinden. De grootste investering tot nog toe was de Afobakadam en de smelter die daarbij horen. De dam gaat 150 miljoen dollar gekost. We praten hier over meer dan 10 miljard dollar aan investering. Dus een veel groter bedrag. En dat is alleen voor blok 58. Dit gaat ertoe leiden dat we vanaf 2028 olie gaan hebben. En die olie gaan kunnen verkopen en meer inkomsten uit die olie gaan hebben. En die meer inkomsten gaan circa 20 tot 30 miljard over de eerstkomende 10 jaar daarna. Dus na 2028, zeg maar 2028 tot 2040. 20 tot 30 miljard US dollars voor Suriname opleveren. In de piek 2 miljard dollar voor de staat Suriname als inkomsten voor de staat. Hè? Dus niet alle totale inkomsten voor de staat. 2 miljard per jaar. Minimaal in het slechtste geval 1 miljard US dollar per jaar. En in het piekjaar 2 miljard. Heel veel geld, heel veel mogelijkheden. In de voorfase tussen nu en 2028 gaan investeringen plaatsvinden. Dus die 10 miljard dollar die geïnvesteerd gaat worden, een belangrijk deel daarvan is in die startfase. Daar is al in gestart. 300 tot 400 miljoen US dollars zijn al geïnvesteerd. Schepen, infrastructuur. Van die ruim 10 miljard US dollar investeringen gaat zeker 1,5 miljard gaat naar lokale, wat ze noemen local content. Dat betekent, lokale bedrijven gaan daar profijt van hebben. ICT-bedrijven, bankfaciliteiten, transportvoorzieningen, huisvestingsvoorzieningen, logistieke zaken. En ik moet zeggen dat dit is een hele grote ontwikkeling. Gelukkig is iedereen blij, maar niemand is zodanig blij en begint te zeggen van Kobigi Bosamoni. En dat is heel verstandig van onze bevolking. De beleidschap is er, maar iedereen zegt voorzichtig, we moeten het goed blijven houden, zodat iedereen profijt van kan hebben. En u heeft het benadrukt, hè? Heel veel geld. Is Suriname voorbereid op zoveel geld? Ja, op sommige punten zijn we voorbereid. Laat me zeggen wat er aan voorbereiding plaatsvindt. Laat me beginnen te zeggen dat Suriname al 45 jaar ervaring heeft met olie en gas. Olie vooral. En die ervaring is lokaal opgebouwd. Kleine stapjes. Staatsolie heeft in de afgelopen 45 jaar stap voor stap alles doorlopen van de hele oil- en gassector. Dus we hebben veel kennis lokaal aanwezig, veel basiskennis. Wat we ook hebben is Suriname. We worstelen met het thema veiligheid nog in ons land. Toch zijn we nog steeds het meest veilige land in het Caribisch gebied. Dat is belangrijk. Wat we ook hebben is dat we in Suriname altijd, als we met bedrijven afspraken hebben gemaakt, zeker internationale bedrijven, dat we overeenkomsten met die bedrijven zijn nagekomen. Je respecteert afspraken met multinationals. En dat zijn belangrijke zaken om te zeggen van het klimaat in Suriname is een goed klimaat om te investeren. We nemen dus kennis en ervaring uit het verleden mee.
en uit onze historie. Als je zegt 45 jaar ervaring met oil en gas in Suriname, Guyana heeft dat bijvoorbeeld niet gehad. Wij kunnen direct instappen met 45 jaar kennis en ervaring in oil en gas. Guyana moet dat inkopen. En je ziet Surinamers naar Guyana gaan, je ziet mensen uit Trinidad, maar ook uit andere landen naar Guyana gaan, omdat Guyana die kennis moet opbouwen nog. Wij hebben daar een stuk kennis van. We hebben een wetgeving opgebouwd waarbij het spaar- en stabilisatiefonds is ingesteld. Dat betekent, zijn we voorbereid op zoveel geld? Ja. Als er plotseling te veel geld in omloop komt, ook uit olie, kan dat leiden tot inflatie. Wij willen dat niet hebben. Dus als er een heleboel oliedollars komen, zorg dat we genoeg besteden voor deze generatie. Maar zorg dat in het spaar- en stabilisatiefonds ook voldoende geld terechtkomt om voor de toekomst geld te hebben en ervoor te zorgen dat we geen inflatie krijgen in plaats van ontwikkeling. Het spaar- en stabilisatiefonds is goedgekeurd en het heeft een bestuur. We gaan de komende maanden daar veel meer informatie over geven hoe dat werkt. Omdat het spaar- en stabilisatiefonds zo belangrijk is, ook voor inflatiebeheersing, zal het een link hebben met de begroting. Dat zijn technische zaken. Dus zijn we voorbereid? Op dat stuk zijn we voorbereid. De hersteloperaties van deze 4 jaren hebben ons land voorbereid op die oil en gas. Er is tripartiet overleg in ons land, waarbij overheid, vakbeweging en bedrijfsleven met elkaar regulier overleg hebben, praten over belangrijke zaken, nationale zaken. En in het laatste tripartiet overleg, begin deze maand, hebben we gepraat over deze FID en de komende ontwikkelingen van oil en gas. Iedereen is zeer nauw betrokken. Het bedrijfsleven maakt zich klaar met local content. Meer dan 50 bedrijven zijn getraind door oliebedrijven. In het onderwijs wordt het NATIN, heeft een stream van oil en gas. Vele bedrijven zijn al gestart. Degene die naar die oil en gas conference zijn geweest een paar maanden geleden in Torarica, die zullen hebben gezien hoeveel lokale bedrijven en ook buitenlandse bedrijven aangetrokken worden, belangstelling hebben, zich klaarmaken om in Suriname te helpen. Van automatisering bij brandstofvoorziening aan de pomp, van vliegbedrijven die vliegdiensten gaan aanbieden, drinkwaterbedrijven, mensen die automatiseringsdiensten gaan leveren, banken waren daar. De banken maken zich klaar om ook hier in oil en gas een belangrijke rol te vervullen. Dus laat me zeggen, vanuit alle kanten, vanuit de bedrijven, maar ook vanuit de overheid, maken we het land klaar om deze investering in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen er profijt van kan hebben. En dat het dus niet is dat de inkomsten van oil en gas bij een beperkte groep mensen terechtkomt, maar dat iedereen daar voordeel aan kan hebben. De bottom line is wel, er gaan kansen ontstaan voor alle mensen. Maar je moet ook. Het is niet zo dat was dong dat money ook kon. Dat money ook kon, dat we vinden boga money. Dat is niet het geval. Wie gaat werken, gaat een goede boterham verdienen. En dat betekent voor alle mensen. Voor kappers, voor taxibedrijven, voor warungs, voor jonge mensen die in ICT zijn, voor landbouwbedrijven die voedsel kunnen leveren aan booreilanden. En iedereen die gaat komen, die wil beste kwaliteit hebben. Dus dit geeft ons ook de kans. Het is aan de ene kant een uitdaging, maar het geeft ons ook de kans om onze bedrijven op te zetten naar de beste kwaliteit. Dat gaat helpen om makkelijker onze producten ook naar het buitenland te kunnen verkopen. Dus hier is extra voordeel. Luchtvaartbedrijven noemde ik, banken noemde ik, de dienstensector, mensen die huizen hebben en goede appartementen om te verkopen of om te verhuren, mensen die in de bouwwereld zitten, gezondheidsdiensten, zodat als er gezondheidsdiensten verleend moeten worden en dat niet iedereen op stel en sprong naar Miami of naar Colombia gevlogen hoeft te worden, maar dat onze gezondheidsdiensten hier lokaal beschikbaar zijn en dat ze hier mensen geholpen kunnen worden. Dus er is heel veel te doen rondom die oil en gassector zelf. En je ziet dus ook,
dat iedereen zich klaarmaakt. Het is belangrijk dat al die partijen met elkaar praten, zodat we met één plan allemaal in dit land dezelfde kant uitkijken. En dus is het belangrijk, dat is ook in het tripartiet overleg besproken, het is belangrijk dat alle partijen met elkaar om de tafel gaan en we één plan maken als Suriname. Dit is zoals we, de oil and gas situatie tegemoet gaan. Ik moet zeggen dat vanuit het kabinet van de president en met name de president zelf het verzoek is gedaan, kom met een initiatief zodat alle partijen om de tafel gaan zitten en dat er voorstellen gedaan worden en dat er gepraat wordt over deze oil en gas situatie. Is heel belangrijk, houdt u aan, dat alle partijen aan tafel moeten zitten om één plan te hebben. Maar hoe moet de toekomst van Suriname eruit gaan zien met deze ontwikkelingen? Het moet iedereen ten goede komen, dus niet alleen een beperkte groep. Het moet niet de economie verstoren. We moeten niet andere sectoren verwaarlozen. We hebben van veel landen gezien dat op het moment dat men oil en gas heeft, dat men andere sectoren, onder andere de landbouw, diensten, economische sectoren verwaarloost en dat het land eigenlijk te veel eenzijdig zich ontwikkelt. Nu gaat die oil en gas sector zo groot worden dat het automatisch de grootste wordt. Wij dachten, bauxiet was de hele grote sector, dat was ook zo. Oil en gas gaat nog veel groter dan bauxiet worden. Maar dat betekent wel, we moeten blijven investeren in onderwijs, in gezondheidszorg, in diensten, in ICT en in landbouw. Omdat al die zaken belangrijk gaan blijven voor het land en die gaan zorgen voor een evenwichtige economie. En dus en we moeten leren van wat andere landen hebben geleerd. Een paar van die lessen zijn, ik heb in Dubai, vertelde een sheikh aan me, die zei, minister, wij hebben het in Dubai opgebouwd, maar we hebben in het begin moeten leren. Wij hebben heel veel buitenlanders heel veel geld moeten betalen. We hebben heel veel leergeld betaald. We moeten leren om onze instituties op te bouwen. Onze instituties voor veiligheid, wet en recht, politie, gezondheidszorg, bestuurlijke instanties, toezichthoudende organen. Dus hij zegt, maar we hebben het zelf opgebouwd omdat we ons land zelf wilden besturen. Wij kunnen daarvan leren. Belangrijke les, bouw je instituties op. Twee is, dat hoorde ik van iemand uit Saoedi-Arabië, een hele, hele belangrijke bankier uit Saoedi-Arabië, waar ik bevriend mee ben. En die zegt, ik zeg, hoe hebben jullie dat gedaan in Saoedi-Arabië, een van de grootste olielanden? En die zegt, kijk, een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is onze centrale bank beschermen. Bescherm je centrale bank, omdat al die oliedollars uiteindelijk daar terecht gaan komen. En je wil niet dat allerlei politieke vingers daaraan gaan. De centrale bank werkt in goed overleg met de regering, maar laat de scheiding van functies en taken laat die duidelijk zijn. De centrale bank heeft geen politieke functie en zeker geen partijpolitieke functie. Wij weten uit bittere ervaring in ons land dat als politici zich overmatig bemoeien met de centrale bank, dat ze die centrale bank en de economie van het land kapot maken. We moeten zorgen, en hij zei het zo, minister, you ring fence your central bank. Bescherm, maak prikkeldraad om je centrale bank, dat niet ongewenste handen en vingers daaraan kunnen komen. En dat je centrale bank haar werk kan doen zoals het behoort, en dat dat geld dat daar is, dat dat inderdaad voor de bevolking is, en dat dat op economisch verantwoorde wijze ingezet kan worden en dat niet op partijpolitieke instructie daar dingen gedaan worden. Belangrijke les. Tweede wat hij zei is, ringfence your oil company. Bescherm je oliebedrijf, je staatsolie. Zorg dat je daar prikkeldraad omheen zet en dat daar geen politieke beïnvloeding komt en politieke doelstellingen. We hebben landen gezien, wij kennen landen in onze omgeving, in andere delen van de wereld, die veel rijkdom hebben in oil en gas. Tot de rijkste landen ter wereld behoren in natuurlijke hulpbronnen en niets kunnen doen voor hun bevolkingen, omdat ze hun oliebedrijf verpolitiseerd hebben. Het is voor ons van belang om daarvan te leren. Wil je iets hebben aan staatsolie,
laat staatsolie vooral op een bedrijfsmatige manier haar werk doen. Dat betekent niet dat staatsolie niet van ons allemaal en van de staat is. Staatsolie is van de staat Suriname en daardoor van ons allemaal. Wij hebben in 1998, 1999 allemaal staatsolie beschermd tegen verkoop. En gezegd nee, dat is van ons allemaal. Dat was een heel goed besluit van het Surinaamse volk om te zeggen... En zo moeten we staatsolie ook in deze fase beschermen. Wij willen deskundige mensen daar. Wij willen geen politieke mensen daar. Nu moet ik het volgende zeggen. Staatsolie is zo groot en deze sector gaat zo groot worden... dat de regering gaat zich bemoeien met oil en gas. Tuurlijk, het wordt de grootste economische sector in het land. De regering gaat zich bemoeien ermee. Het is dus belangrijk dat een regering vooraf met staatsolie... goede afspraken maakt. Dit is taak voor de regering. Dit is de taak voor de oil company. En waar ligt de grens? Laat je oil company zo goed mogelijk werken als een normaal commercieel bedrijf. En uit die 2 miljard die we per jaar gaan verdienen van staatsolie als staat Suriname, doe daarmee je beleid. Maak daarmee je sociaal beleid, je onderwijs, je gezondheidszorg. Maar laat het bedrijf als bedrijf blijven functioneren. Dus, volgende les. Een andere les, en dat is wat de mensen van Total Energy zelf aan ons zeggen. Do not pre-sell your oil. Begin niet je olie vooraf te verkopen. A olie no date, no begin serien to tide. Want nu we die olie, nu die FID er is, nu die investeringen komen, ga je zien dat er ook een heleboel mensen gaan komen. Die gaan zeggen, we can give a voorschot, we can pay you. Ik kan leen je money, ik kan leen je 200 miljoen, ik kan leen je half miljard, ik kan leen je 2 miljard, ik kan leen je 5 miljard. Iedereen wil ons nu geld lenen. Wij moeten, en dus ook dat beleid wordt bij financiën, met internationale partners maken we dat beleid. Welke investeerders wel en welke niet? Omdat een heleboel van die mensen niet begaan zijn met het lot van Suriname. Ze zien zeker money hier. En ze willen dat hebben. Dat geld is voor het Surinaamse volk. Een heleboel van die bedrijven gaan komen alleen maar om hun commissie te verdienen. Ze hebben niks te maken met het Surinaamse volk. Die moeten we niet hebben. We willen investeerders hebben die ons daadwerkelijk met ons op lange termijn denken. En als we geen geld nodig hebben, moeten we niet lenen. Maar vooral ook niet, do not pre-sell your oil. Begin niet je olie te verkopen die nog uit de grond moet komen. Dus dat zijn... ik noem deze zaken omdat het belangrijke lessen zijn die wij mee moeten nemen in de vorming van ons beleid en de verdere opbouw van ons land op een goede wijze, zodat niet wij in de val lopen waar andere landen in gelopen zijn en daardoor of duur leergeld betaald hebben en veel geld zijn verloren daarin, of er niet uit zijn gekomen. Een van de landen, een van de grootste olielanden in de wereld, heeft verzuimd om de lokale verwerking op te bouwen. En dat betekent dat ze olie exporteren, maar alle olie die ze nodig hebben, moeten ze weer importeren, omdat ze niet verwerken. Wij kunnen zeggen, staatsolie heeft een goede job gedaan door die raffinaderij ook te bouwen, zodat we gestart zijn en ervaring hebben met eigen olie ook. En dat is dus ook een pad. Dit zijn de lessen die we leren van andere landen en die we kunnen gebruiken als goed materiaal om onze ontwikkeling vorm te blijven geven en ervoor te zorgen dat wij maximaal profijt hebben en dat iedereen in Suriname die wil werken ook vooruit gaat. Ik moet iets vermelden. In de jaren 60 jaar geleden, toen die Afobakadam gebouwd werd, ik was toen 7, 8 jaar. En mijn vader was kleermaker. En mijn vader, ik kon zien in de kleermakerij van mijn vader dat met die investeringen in de Afobakadam, dat meer klanten kwamen, dat men meer kleding wilde. Ik zag de vooruitgang bij ons thuis. Mijn vader kon zijn eerste auto kopen. Mijn vader kon zijn eerste fototoestel kopen. Fototoestellen waren toen, 60 jaar geleden, maakte je geen foto's met je telefoon. Maar fototoestellen waren hele dure apparaten. Een paar mensen hadden fototoestellen. Mijn vader kon zijn eerste fototoestel kopen, zijn eerste auto kopen. Die investeringen brengen veel kansen tot ontwikkeling met zich mee.
maar je moet je inzetten. En die kansen gaan er zijn. Voor taxibedrijven, voor warungs, voor ICT-bedrijven, voor nou, kleermakers hebben we bijna niet meer. Iedereen koopt confectie. Maar er gaan veel kansen ontstaan. Ze gaan niet automatisch je rijk maken. Maar je moet die kansen pakken, benutten en je bedrijf opbouwen. En de mogelijkheden tot goede vooruitgang voor iedereen, die mogelijkheden dienen zich aan. Benut ze. En in Suriname is er een bepaalde trend. Een regering bouwt iets op en een andere regering komt en breekt dat weer af. Hoeveel garantie heeft de Surinaamse samenleving dat dit plan waarover u het heeft om te gaan met onze inkomsten, olieinkomsten, later niet aan de kant wordt geschoven? Die FID is dinsdag 1 oktober uitgesproken. En direct daarna heeft de president in DNA de jaarrede uitgesproken. En dat is de begroting voor 2025. En in die jaarrede waren twee hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is, de FID is uitgesproken. Er ontstaat een nieuwe situatie voor Suriname. En het tweede wat de president heeft gezegd, door zijn hele toespraak door de hele jaarrede door, was de toonzetting, we moeten het samen doen. En dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we dit samen moeten doen. En de deur openzetten voor alle welwillende mensen die mee willen bouwen aan dit nieuwe Suriname. Dus ik denk dat dat één belangrijke uitspraak is. Een tweede belangrijke is, maar luister, laten we het niet dom doen. Laten we wel, als we straks naar de verkiezingen gaan, goede leiders kiezen. Laten we leiders kiezen die, als ze bewezen hebben het niet te kunnen, laten we ze niet nog weer zeggen van, im gide mama kans. En ik zeg dit niet als partijpolitieke uitspraak. Wij hebben veel offers gebracht in deze 4 jaren. Wij, het volk van Suriname, met die regering, met parlement, met onze vakbondsleiders. Die vakbondsleiders hebben moeilijke tijden gehad. Met de bedrijven die ook moeilijke tijden hebben gehad. Die nog altijd wachten op delen betalingen van hun gelden die ze nog moeten krijgen. Iedereen heeft moeilijke tijden gehad. Maar we hebben die economie hersteld. Al die offers, we mogen het niet weer weggooien. We mogen het niet in handen geven van mensen die bewezen hebben het niet te kunnen. Geef het in handen van mensen die kunnen besturen. En ik praat hier niet partijpolitiek. Ik praat hier, zorg dat we wat we hebben opgeofferd, dat we het niet weggooien om weer op te bouwen. Dus, en er zijn bestaande en voldoende nieuwe leiders die zich laten zien. En hoe kies je goede leiders? Mensen die hebben bewezen dat ze het kunnen. Niet mensen die zeggen, moet doen, dat moet je doen. En me bij apech of dit of dat. Nee, mensen die bewijzen dat ze het kunnen doen. Wij hebben als kiezers straks bij de verkiezingen een belangrijke rol hierin. Omdat het land in onze handen zal liggen. En wij zullen bepalen welke richting het uitgaat. En wij gaan met z'n allen als Surinamers bij die verkiezingen de richting van de ontwikkeling bepalen. Laten we zorgen ervoor dat we goed kiezen. Laten we er zorgen ervoor dat we kiezen voor geen bossen van geld. Voor onafhankelijke deskundige centrale banken. Voor een onafhankelijke beschermde staatsolie. Voor bestuurders die het op een eerlijke, goede manier doen. En in onze handen ligt over 8 maanden, als we naar de verkiezingen gaan, een grote verantwoordelijkheid voor ons land en voor de toekomst. En ik denk dat wij, zoals we elkaar kennen, dat we dat goed gaan doen. Over 8 maanden staan we in de positie om een goed besluit te maken om op leiders te kiezen, goede leiders die ons land tot ontwikkeling kunnen brengen. Dat heeft u gehoord van de minister van Financiën en Planning, de heer Stanley Ragubarsing. En dat was het ook voor wat betreft deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.